over dat onderhandelen. U tweette dat u er zin in heeft, hè? Jazeker, en ik moet er over 5 minuten zijn. Heeft u de laatste peilingen gezien? Ja, dat betekent dat we veel werk te doen hebben. Ja. En ja, dat ga ik dan doen, hè? 47 zetels voor de PVV en 18 voor de VVD. Wat zegt dat? Hoop werk te doen voor ons. Zegt dat ook dat misschien na de verkiezingen de VVD niet in zo lekker vaarwater heeft gezeten? Nou ja, het laat zien dat we echt een hoop werk te doen hebben. En u snapt, dat ga ik gewoon doen. Ja, maar het gaat natuurlijk ook over, we hebben een motie gehad over de dwangwet, die natuurlijk heel veel rumoer heeft gegeven, ook binnen het demissionaire kabinet. We hebben daarvoor ook de stap vooruit gezet met, we gaan alleen gedogen. Daar is ook wel heel veel kritiek op gekomen. Zou dat verklaren waarom het nu minder gaat? Ongetwijfeld heeft dat er ook mee te maken en dat snap ik ook. En het is nu ook aan mij en aan de fractie en aan de VVD om te laten zien wat we daar dus ook op inhoud voor elkaar gaan krijgen en waarom we die stappen nemen zoals we ze nemen. Dus ja, ik kan alleen maar door aan het werk te zijn dat ook laten zien. Dat is het enige wat ik kan doen. Ik moet zeggen, nu naar kijken naar de peilingen, hadden we het misschien na 22 november anders moeten doen? Nou, dat weet ik niet. Kijk, die peilingen nu, dat laat zien dat er heel veel werk te doen is. Dus daar ga ik mee aan de slag. En ik ben wel daar echt op gericht. Als ik daar heel erg ga terugkijken. En ik denk echt, die tweede dag na de verkiezingen, we hebben gezegd, we gaan een pas op de plaats. We gaan vanuit een andere rol kijken hoe we dit waar kunnen maken. Ja, dat hoort u mij nu al een maand zeggen, dat ik daarvoor klaar ben. En ik ga over 4 minuten, 3 minuten beginnen aan dat gesprek. Dus daar heb ik wel zin in. Maar de PVV stijgt maar door sinds die uitspraak. Dus als we dan even de zelfreflectie erbij pakken, was het dan slim? Nou, we zijn nog lang niet klaar, hè? We beginnen nu pas. Dus laat ons aan het werk gaan. Want die peilingen laten wel zien, sowieso, we hebben een hoop werk te doen. Heeft u Erik van den Burg nog gesproken? Nee, die spreek ik heel vaak. Ja, want die was ook niet bij de ministerraad. Die was toen niet bij de keuze van Martin Bosma aanwezig. Hij is natuurlijk als staatssecretaris iemand die juist voor die spreidings- of dwangwet is. Is hij uiteindelijk blij met de motie die u heeft ingediend? Want we kunnen hem zelf nog niet spreken. Nou, u kunt hem vast ergens vinden. Hij is ongetwijfeld ergens aan het werk. Maar ik heb hem gesproken en het gaat ontzettend goed. En hij is net als ik aan de ene kant fractielid, hè? Je bent als VVD in de Kamer en aan de andere kant ben je verantwoordelijk bewindspersoon in een demissionair kabinet. Zo gaan die dingen. En u weet, ze zijn nu op mij aan het wachten, dus ik ga nu beginnen aan die onderhandelingen eindelijk. Ja.